We're gonna skate to one song only. So I ball so hard, motherfuckers wanna find me. But first niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that, don't shit phase. And as we go, 0 for 82 when I look at you like this shit gravy. Ball so hard, this shit weird. We ain't even po' be here. Ball so hard, since we here, it's only right that we be fair. Psycho, I'm libo, to go Michael. Take your pick, Jackson, Tyson, Jordan. Ik ben mentor, tutor, inzetter, ik ben coördinator, ik ben stagebegeleider, ik ben afstudeerbegeleider. Wij zijn eigenlijk allemaal managers van alles. Dus we hopen niet hier alleen het docent. Eigenlijk hebben elke docent meerdere taken binnen de afwas. Het is gewoon zo saai, alleen maar lesgeven. Ja, dat is waar. Dat al is lesgeven wel heel leuk, vooral in de eerste jaars. Die zo weinig snappen. Daarom is het juist zo leuk. Studenten die alles snappen, dan is het niet leuk om daar les aan te geven. Die zijn slimmer dan de docenten, dat moeten we niet hebben. Die kan je niks leren, uiteraard. En wat vindt u positief aan de school, zeg maar, werken? Niet aan de leerlingen, maar hoe er met... Die zijn vertaald studenten. Oh ja. Hoe er met u om wordt gegaan, zeg maar, als... En dan vanuit Avans of vanuit de academie? We moeten een klein beetje onze organisatie kennen, maar wij zijn dus 4 of 5 of misschien wel 20 verschillende academies onder één vlag Avans Hogeschool. Dan heb ik het over de academie, zeg maar. Nou, die is in principe gewoon hartstikke goed. Wij worden in alles gefaciliteerd waarin wij graag zouden gefaciliteerd willen worden, tenminste op een normale manier. Pas nieuwe flexplekken gekregen, nou, die zijn helemaal prima. Die zijn up-to-date, dus een snelle computer, fijne radio. Nou, dan wil ik u bedanken voor het interview. Nou, dat is heel graag gedaan. Dit is een tweedejaars student, wil je misschien. Ik ben Eline Passier, ik ben tweedejaars meststudent. Ik heb een paar vragen voor jou. Waarom heb je deze studie gekozen? Vooral omdat deze studie heel breed is en ik wist helemaal niet wat ik wilde gaan doen. En hij stond natuurlijk heel erg goed aangeschreven, vandaar dat ik voor deze studie heb gekozen. Wat houdt de studie bedrijfskunde merk precies in? Je wordt opgeleid op een heel breed vakgebied op management, economie en recht. En ja, je kan natuurlijk allerlei kanten op na deze studie. Ja, dat was, ja. Kun je misschien een paar positieve punten opnoemen van deze afval? Positieve punten, vooral omdat het heel breed is. De leraren die begeleiden je heel erg goed. En ik denk ook dat... ja, op mijn derde kan ik even niet opkomen, maar het is gewoon een hele goede studie. Oké. En waarom heb je precies voor gekozen om in Den Bosch te studeren?
Den Bosch is voor mij heel dichtbij en hij staat in Den Bosch het beste aangeschreven. Dus dan leek me de logische reden om in Den Bosch te gaan studeren. Okay. Dank je. Dat was het interview. Dank je wel.